authentiek. Niks nep, maar echt. Dit is het authentieke ondergoed van de stille fanfare. Ja, ja. Wat je ziet is... Ja. Stille fanfaren in samenwerking met de lieve vrouw. Wat fijn dat u allemaal zo gekomen bent. In zulke getalen. Heel, heel lang geleden besloten de Maya's een kalender te maken. En deze kalender loopt ongeveer af in 2012. En dat baart enkel onder ons grote zorgen. Wij van de Stille Fanfare hebben daarop ingegrepen en wij hebben voor u een nieuwe kalender gemaakt. Het was in de decembermaand van het jaar 2007 dat wij benaderd werden door een filmmaker. Hij wilde heel graag het wel en wee van ons korps, ons leven, vastleggen op beeldmateriaal. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het resultaat daarvan willen we u graag zo meteen laten zien. Maar voordat het zover is, zal de bewuste filmmaker een korte introductie hierbij verzorgen. Zijn naam is Theo Nasens en het applaus is van u. De stille fanfare en alles wat erachter zit, wat de mensen drijft, om dat een keer voor voetlof te brengen. Ik dank u en ik hoop dat u net zo goed zult genieten van deze film. Als ik daar zelf van heb. Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. U verwacht ons. Ja, klopt dat? Wacht jullie. Welkom, kom binnen. We zitten net ontbijten. Ik geef jullie even voor naar de kamer. En met deze historische feitjes is de geschiedenis gevuld. Je zou zelfs kunnen zeggen, zonder historische feitjes, geen geschiedenis. Ja, vanmiddag was het natuurlijk even een klein akkefietje met een lastige hoekje gehad. Ja, dat was duidelijk. Maar het is ongeveer hoe we leven hier. De kalender van de stille fanfare. En dan zou ik graag Mattie Austen naar voren willen roepen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Nou, Mattie, dat doen we even zonder microfoon. Ja. Theo, jij bent van het Wereld Natuur Bestrijdingsfonds. Theo, namens de stille fanfare, hand met Janneke en jou een gebaar aan. Janneke. Ja, ik sta hier met gemengde gevoelens. Ik heb net even gekeken wat hierop stond. Kijk, enerzijds natuurlijk gevoelens van euforie, dat snapt u wel. Wat hier gebeurt is bijzonder. Het is volgens mij de allereerste keer dat de stille fanfare iets weg heeft. En het is ook de allereerste keer dat het Wereld Natuurbestrijdingsfonds een donatie in ontvangst mag nemen.
Dames en heren, hartelijk dank voor uw komst naar deze prachtige zaal. Ik dank Theo van Duren voor het in ontvangst nemen van de donatie van de Stille Gevaren. En hop! Ik dank Theater de Lieve Vrouw 1, voor de co-productie met de kalender. En ik nodig u allemaal uit om naar de theatercafé te komen. Daar zijn onze kalenders te koop voor de schappelijke prijs van 9,95, evenals de Best of CD. En bijzonder is dat de kalender vandaag speciaal voor u gesigneerd kan worden. Dus ik nodig u allemaal graag uit in het theatercafé, waar u ook een witte bal naar keuze kunt nuttigen. Dank u wel. Ik kan het niet meer.